Ik zal anders al kort even mezelf voorstellen. Dus welkom allemaal in de lunchtalk van vandaag. Ik ben blij om te zien dat jullie toch met zoveel aanwezig zijn op de eerste niet zo zonnige lentedag vandaag. Mijn naam is Annelies van Dijk en ik ben de projectmanager van de SciComm Academy bij Saimingo. En voor wie ons nog niet kent, Saimingo is een Vlaamse non-profit organisatie die zich inzet voor wetenschapscommunicatie. Dus wij willen onderzoekers begeleiden bij het delen van hun onderzoek met het brede publiek. En dat doen we via onze verschillende projecten. We hebben de Vlaamse PhD Cup, de Vlaamse Scriptieprijs en dus ook de SciComm Academy. En via onze SciComm Academy bieden wij enerzijds meerdaagse hands-on opleidingen aan, waarbij we onderzoekers willen begeleiden naar een concreet eindproduct om eigenlijk te gaan communiceren naar een breed publiek. Dat kan bijvoorbeeld een podcastaflevering zijn, een populair wetenschappelijke blog op EOS Wetenschap, maar ook een videopitch van enkel 3 minuten. Als jullie meer willen weten over onze opleidingen, neem dan zeker een kijkje op de website. Ik zal de link daarnaar in de opvolgmail sturen en straks ook in de chat delen. En naast onze opleidingen organiseren wij ook maandelijks gratis online lunchtalks, zoals die van vandaag, waarin experts op het gebied van onderzoek of wetenschapscommunicatoren hun inzichten of hun tips en tricks over een bepaald onderwerp komen delen. En al deze lezingen kunnen jullie herbekijken op ons YouTube-kanaal, dat jullie ook op de website kunnen vinden. Onze volgende lezing zal een Nederlandstalig panelgesprek worden rond good practices of de do's en don'ts van wetenschapscommunicatie over medisch onderzoek of in de gezondheidszorg. Vooral wat is het belang van juiste, maar toch genuanceerde communicatie rond. En daarvoor hebben we verschillende experten, waaronder Piet Hoebeke, Philippe Lardon, Katrien Benhalima, aan boord. En die zal plaatsvinden op 18 april. De registratielink en meer info over dit panelgesprek zal ik ook met jullie delen in de chat en in de opvolgmail. En ik denk dat het nu misschien tijd is om in het onderwerp van vandaag te duiken. En dat is natuurlijk polarisatie. En voor dit thema hebben wij Ruben Mesch uitgenodigd bij ons vandaag. Ruben is wetenschapsfilosoof en ook bioloog, net als mezelf. En daarnaast ook auteur bij De Correspondent. Hij heeft daarnaast ook heel wat boeken geschreven rond het thema van polarisatie. Ik denk onder andere oogklepdenken en waarom mensen altijd gelijk hebben. En vandaag gaat Ruben ons meer inzicht proberen geven in hoe polarisatie eigenlijk ontstaat, maar ook wat de rol van wetenschap hierin is of hoe wetenschap gebruikt of misbruikt kan worden daarin en wat we hier zelf als onderzoekers kunnen doen tegen die toenemende polarisatie. Op het einde van de talk zal er zeker ruimte zijn voor vragen te stellen. Dus ik wil jullie allemaal aanmoedigen om jullie vragen in de Q&A-window te stellen of in de chat. En dat mag doorheen heel de talk, maar we gaan ze allemaal op het einde proberen behandelen, zodat we eerst Ruben de tijd geven om zijn inzichten met ons te delen. Zo, ik denk daarmee dat iedereen het heel gejoind hebben en dan kunnen we nu het woord geven aan Ruben. En ik wens jullie enkel allemaal nog een heel inspirerende sessie. Kijk er zelf alvast heel erg naar uit. Oké, goedemiddag iedereen. Ik wil even mijn scherm delen. Even kijken. Dat is deze. Vanaf het begin. Als mijn computer nu nog wil reageren, want hij zit verkeerd. Ach, ding. Mijn excuses hiervoor. Geen probleem. Het is lang geleden, Zoom. Of Corona. beter, trainingen via, lezingen via Zoom. Allee. Maar hij gaat om een of andere reden altijd terug naar. Ik ga het even zo doen. En hopen dat het dan wel werkt. Ja, we zijn er geraakt. Oké. Mijn excuses voor de technische problemen. Ik wil het hebben over wetenschapscommunicatie, maar ik wil vooral uitleggen waarom dat zo moeilijk is. Hoe het komt dat als er wetenschappelijk consensus is, of als er heel veel studies zijn, methodologisch solide, die allemaal dezelfde richting uitwijzen, dat er dan toch altijd, nog altijd mensen zijn die dat niet geloven en die daar echt helemaal geen enkel vertrouwen in hebben en die toch blijven vasthouden aan hun eigen grote gelijk.
Ook al denken wij dan als wetenschappers, van, hoe kan het? Hoe kan je dat al deze bewijzen negeren? Dus dat ga ik proberen uit te leggen. Nu, het basisidee achter wetenschapscommunicatie is eigenlijk dat mensen rationele wezens zijn. Dat als wij een standpunt innemen, dat mensen dan eerst alle relevante feiten gaan verzamelen, daar hard over nadenken, om dan tot een weloverwogen conclusie te komen. De zeer korte samenvatting van mijn lezing. Nee, dat is niet zo, of zelden zo. En mensen baseren hun standpunt eerder hierop, op een soort onderbuikgevoel. Ik ga dat later wat concreter maken. Ik ga nu misschien eerst kort uitleggen waarom ik jullie dat kon vertellen. Zoals Annelies toen juist al zei, ik heb filosofie en biologie gestudeerd. En daarna ben ik in de farma-industrie terechtgekomen. Ik moest geld verdienen en die hadden een job. En toen ik daar begon, was het firmaatje waar ik begon, was een zeer klein, idealistisch firmaatje, waar we met een man of 100. En ja, eigenlijk gewoon een doctoraatsonderzoek, dat uiteindelijk een firma werd. Die kerels hadden twee molecules gevonden die mogelijk werkten tegen HIV. En ze gingen die ontwikkelen, ze gingen die ook gratis verspreiden in de derde wereld. Dat was echt een en al idealisme. En toen werden wij overgenomen door Johnson & Johnson. Farmagigant. En ja, die idealen verdwenen plots. En het werd turning disease into profits. En toen heb ik besloten van kijk, ik ga iets anders doen met mijn leven. Ik ga boeken schrijven. Tot mijn grote verbazing is mij dat gelukt. En de afgelopen 14 jaar denk ik dat ik daarvan kan leren. En eigenlijk met al mijn boeken gaan over de vraag, ja, hoe vorm ik een mening? En hoe komt het toch dat er zoveel mensen anders denken dan ik? Dat was mijn nieuwsgierigheid. Hoe kan het dat niet iedereen denkt zoals ik denk? Ik denk dat ik daar ondertussen een klein beetje van een antwoord op gevonden heb. Ik ben dan ook later gevraagd om voor de standaard opiniestukken te schrijven. Een tijd vaste columnist geweest. En nu de afgelopen 5 jaar werk ik als wetenschapsjournalist bij de Correspondent in Amsterdam. Dus tijdens corona heb ik heel veel aan wetenschapscommunicatie mogen doen over de vaccins en de maatregelen, dat soort thema's. Dat gezegd zijnde, gaan we eens terug naar die onderbuik. En gaan we eens kijken naar het onderzoek dat er bestaat tussen kennis enerzijds en het hebben van een mening. Dus een van die onderzoeken. En eigenlijk hier, wat ze gedaan hebben, is heel eenvoudig. Ze hebben hier onderaan de x-as gemeten hoeveel mensen afwisten over wetenschap. En op de andere as staat dan de kans, hun mening eigenlijk. Zijn ze het eens met de stelling dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde? Nu, hier zie je heel weinig verrassends. Hoe meer mensen ervan afweten, hoe vaker ze het eens zijn met die wetenschappelijke consensus. Heel erg voorspelbaar. Maar dan gebeurde er iets interessants. Die onderzoekers besloten om hun proefpersonen onder te verdelen in twee groepen. Even voor de technici onder ons, ik weet de gevaren van een subtype-analyse. Het was op voorhand vastgelegd in een statistisch plan. Het was dus geen p-hacking of zoiets. Het was wel degelijk voorzien. En ze deelden die in twee groepen. Enerzijds democraten. Democraten die kunnen aanvaarden dat de mensen ja, invloed hebben op het klimaat. En anderzijds republikeinen die nog altijd klimaatopwarming als een soort samenzwering van de Chinezen zien. En wat je dan ziet is eigenlijk wel verrassend. Bij democraten zie je hetzelfde als toen daar juist. Hoe meer ze ervan afweten, hoe vaker ze de wetenschappelijke consensus het daarmee eens zijn. Bij republikeinen zie je het omgekeerd. Hoe meer ze afweten over wetenschap, hoe minder vaak ze geloven in de wetenschappelijke consensus. En dit is een probleem voor wetenschapscommunicatie. Ik zou zelfs zeggen een probleem voor onze samenleving. We hebben altijd gedacht dat meer kennis ervoor zorgt dat meningen gaan convergeren. Als we de mensen goed uitleggen, dan zullen ze het licht wel zien, dan zullen ze het wel begrijpen. Nu, hieruit blijkt dat dat dus niet noodzakelijk zo is. Dat meer kennis ons ook kan divergeren, dat we daardoor gepolariseerder kunnen worden, dat we sterker gaan afwijken in onze standpunt. Dus kennis alleen kan ons niet redden, schijnbaar. Nu, dus niet hier was dat nu bij klimaatopwarming. Dat onderzoek is een aantal keer herhaald. In dit geval bijvoorbeeld over evolutietheorie. En daar zie je hetzelfde fenomeen. Als je mensen onderverdeelt, in dit geval in religieuze en niet-religieuze, dan zie je hoe meer kennis ze hebben, dat eigenlijk hun standpunten verder uit elkaar gaan liggen en niet dichter bij elkaar komen. Nu, om dat te begrijpen, hoe dat zit, gaan we eigenlijk eens beginnen bij deze groep. Dat zijn de mensen die er eigenlijk niet veel van afweten. De leken, mensen die niet echt bezig zijn met wetenschap, die weinig kennis hebben. En het fascinerende is, we hebben helemaal geen kennis nodig om een mening te hebben. Normaal doe ik dit in een live groep, dan is het spannender.
Ik wil je toch vragen om dit te lezen en eens na te denken van stel dat je dit zou tegenkomen in de supermarkt, iets met deze ingrediënten, zou je dat dan kopen en opeten? Jullie kunnen jullie hand opsteken, denk ik. Dus als jullie hand willen opsteken, dan weet ik een beetje hoe de zaal zit. Wie zou dit opeten? Ik zie die handen hier jammer genoeg wel niet. Nu, mijn Ik kan andere ze lezing. bij de deelnemers. Als je Wat? ze wil zien, kan ze bij de deelnemers zien. Aha, dan moet ik daarop klikken eerst. Er zijn een aantal mensen die hun hand opsteken, niet veel. Twee. Er zijn niet veel mensen die dit willen opeten. Dat is een beetje vreemd. Nu, dat is wel een lijn met wat ik op mijn andere lezingen zie. Ongeveer, oh, meestal is er een hele kleine minderheid die zegt van, goh, ik eet dit wel. En dat is vreemd, want dit is gewoon de chemische samenstelling van iets wat jullie. Het is het seizoen niet echt. We moeten nog even geduld hebben. En dan kunnen we weer hier. Hop, ja. En nu loopt mijn computer helemaal vast. Aha, toch niet. Dit is de chemische samenstelling van biologische onbespoten aardbeien. Mensen, wat jullie hadden kunnen doen. Jullie hadden al die chemische stoffen kunnen opzoeken. Kijken hoe giftig die zijn. Je afvragen in welke dosis krijgen die binnen. En dan een weloverwogen conclusie kunnen trekken. En beseffen, bro, dit is totaal veilig. Dat hebben jullie niet gedaan, schijnbaar. Ofwel hadden jullie geen zin om jullie hand op te steken. Dat kan natuurlijk ook. Wat de meeste mensen doen, is denken van, goh, het ziet er allemaal chemisch uit. Chemisch is slecht, dus dat eet ik niet. In plaats van rationeel te oordelen, volgens een soort onderbuikgevoel van, goh, chemisch, dat moet ik niet. Dat gaan we niet eten. Dat is niet alleen bij chemisch zo. Er is nog een zeer grappig onderzoekje. Enkele jaren geleden vroegen ze aan Republikeinen of het een goed idee was om Agrabah te bombarderen. En dit waren de resultaten. Dus hier zie je eigenlijk het aantal mensen dat Agrabah wil bombarderen. Bij Trump-supporters was dat zelfs 41%. Nu, dat is een klein beetje vreemd als je weet wat Agrabah is. Agrabah is de imaginaire stad uit Aladdin. Maar wat deden die mensen? In plaats van zich te informeren, kennis te verwerven, dachten ze van Agrabah, dat klinkt Arabisch. Arabisch is slecht, dus dan bombarderen we. Nog een laatste voorbeeldje, omdat het zo grappig is. De vraag was, tijdens opinieonderzoek van de Oklahoma State University, tijdens opinieonderzoek vroegen ze van, kijk, is het een goed idee om voedsel met DNA te labelen? Daar een labeltje op te zetten, bevat DNA. 80% vindt dat een goed idee. Ik hoop, jullie zijn wetenschappers, en ik hoop dat jullie allemaal beseffen dat bijna alles wat in de supermarkt ligt, groente, fruit, vlees, DNA bevat. Het is vrij idioot, maar mensen denken DNA. Waarom? Dat lijkt iets chemisch. Genetische manipulatie, allemaal dat soort dingen. Onderbuikgevoel zegt nee, ik wil weten wat daarin zit. Ik wil weten, ik wil dat, dat moet gelabeld worden. Ze hebben dat experiment ook echt uitgevoerd in een supermarkt. Hebben ze appels. Ik weet niet meer welke appels, Jonagols geloof ik. De helft hadden ze gewoon gelaten. De andere helft had ze een labeltje bijgezet, bevatte DNA. Die verkochten voor geen meter. Niemand kocht dat. Waarom? Mensen denken DNA, vertrouw ik toch niet. Onderbuikgevoel, dat kopen we niet. Nu, hoe komt dat? Dat is eigenlijk een heel oud mechanisme dat we gemeen hebben met slakken, maar eigenlijk met elk dier dat beweegt. Ik had hier ook een antilope, een bacterie of een platworm kunnen zetten. Elk dier dat beweegt heeft een systeem om een heel eenvoudige categorisatie te maken. We delen de wereld in dingen die goed zijn en dingen die slecht zijn. Antilopen is bijvoorbeeld, gras is goed, daar gaan we naartoe. Leeuwen zijn slecht, daar lopen we van weg. En mensen hebben datzelfde mechanisme. We hebben een soort etiketteermachine ergens in de diepere delen van ons brein zitten die alles indeelt in goed en slecht. En bij mensen heet dat dan affect. En als iets een positief gevoel geeft, een positieve affect heeft, dan gaan we ervan uit dat dat allemaal voordelen heeft. Dan zijn er weinig risico's en grote voordelen. En heeft er iets een negatief gevoel, een negatieve affect, dan gaan we ervan uit dat dat heel risicovol is en dat het weinig voordelen heeft. Bijvoorbeeld die chemische dingen, die hebben meestal bij de meeste mensen een negatieve affect, waardoor we denken van, oh, dat is gevaarlijk, daar blijven we beter van af. En dat is vrij vreemd, want je kunt daarmee spelen. Grappig onderzoek kregen de proefpersonen een pak Oreo-koekjes. Bij de ene groep bevatte de verpakking een groot label dat stond enkel biologische ingrediënten. Bij de andere groep kreeg de gewone verpakking te zien.
Daarna werd aan die mensen de vraag gesteld van kijk, hoe gezond, hoeveel calorieën denk je dat die koekjes bevat? Bij de groep die te horen kreeg dat het enkel biologische ingrediënten had, dachten dat het veel, veel, veel gezonder was dan de groep waarbij dat niet vermeld stond. Mensen denken biologisch, dat is goed, dus dan zal het ook wel gezond zijn. Terwijl dat natuurlijk totale nonsens is, je kunt biologische koekjes maken die toch propvol rietsuiker en vetten zitten. Het heeft geen enkel verband met elkaar, maar mensen construeren de wereld als iets goeds, als men een goed gevoel heeft, dan is alles daaraan goed. Dat zie je ook in het maatschappelijk debat. Neem je kernenergie, de voorstanders daarvan zeggen, ja, dat is helemaal veilig en het is absoluut noodzakelijk in de energietransitie. Tegenstanders gaan net zeggen, zien alleen maar nadelen. Die gaan zeggen, nee, dat is een heel gevaarlijke kernramp, dat soort dingen. En het is ook absoluut niet nodig, we kunnen het even goed doen met hernieuwbare energie. Die affect zorgt ervoor dat we de neiging hebben om heel zwart-wit te denken over de wereld. Iets is of goed of slecht. En natuurlijk, die affect zorgt er ook voor dat we zonder mening, zonder kennis liever, toch een mening kunnen hebben. We kunnen ons gewoon baseren op een onderbuikgevoel. Nu is de vraag natuurlijk, waar komt die affect vandaan? Hoe komt het dat we sommige dingen positief zien en andere dingen eerder negatief? Experiment uit de jaren 80. Deze vrouw denkt dat ze deelneemt aan een enquête over wasproducten. De jaren 80, dus nog voor internet, dus om die enquête af te leggen, moesten ze naar de lobby van een hotel, waar nog allemaal andere mensen zaten die ook een vragenlijst over wasproducten gingen invullen. Wat zij niet wist, is dat ze eigenlijk deelnam aan een psychologisch experiment, en dat alle andere aanwezigen eigenlijk in dienst waren van de onderzoeker en de opdracht hadden gekregen om te doen alsof er niets aan de hand is, wat er ook gebeurt. Even kijken wat er gebeurt. Ze zit hier haar vragenlijstjes in te vullen. En dan wordt er rook in die kamer gestuurd. Zij ziet dat, ze kijkt rond. Alle anderen blijven netjes verder schrijven, zoals de onderzoeker hem gevraagd heeft. Ze wordt wat zenuwachtig, nog meer rook. Als mensen daar zitten, omringd door een groep die niets doet, blijven ze gemiddeld 12 minuten in die ruimte zitten. Tot die ruimte echt, je eigenlijk geen hand voor ogen meer kunt zien door de rook. Zet mensen daar alleen en na enkele seconden ondernemen ze actie. Gaan ze kijken waar die rook vandaan is, ze vragen iemand van het hotel om te komen kijken, ze vluchten weg, ze doen iets. Mensen zijn kuddedieren. Mensen volgen gewoon de groep die hun omringt. Om even te bewijzen dat ik zelf ook een kuddedier ben. Dit is mijn fiets en zoals je ziet heb ik een mannenfiets met zo'n stang. En ik heb ook een zitje achteraan, want ik heb een jong zoontje. Ik weet niet of er nog mannen hier in de zaal zijn met een mannenfiets en een zitje achteraan. Dat is enorm onhandig. Waarom? Ja, je moet opstappen. Dus ofwel moet je je voet over de stang heffen, dan moet je best lenig zijn. Ofwel moet je een soort atletische zwaai doen over je zadel, dus ook over het zitje. En dan moet je natuurlijk zorgen dat je je zoontje, je dochtertje, niet raakt. De vraag is eigenlijk, ja, waarom heb ik een mannenfiets gekocht? Je hebt ondertussen vrouwenfietsen die even stevig zijn en die hebben die stang niet. Dus opstappen veel eenvoudiger. Ja, ik heb een mannenfiets gekocht omdat ik nu eenmaal een kuddedier ben. Ik heb gewoon de groep gevolgd, mannen kopen mannenfiets. Een soort vreemde conventie in deze samenleving. Dus ook ik ben een kuddedier. Maar we volgen niet om het even welke kudde. We volgen, volgen vooral de eigen... Oh nee, ik wou eerst dit nog even zeggen. Bekend experiment van Solomon Asch. Mensen werd gevraagd van kijk, welke lijn is even lang als x, a, b of c? Ik hoop dat voor iedereen duidelijk is dat het b is. De meeste mensen hebben dat juist. Maar als je mensen in een groep zet en iedereen antwoordt consequent a, dan gaan de meeste mensen toch ook a antwoorden, ondanks het feit dat ze weten dat dat niet klopt. Ze zouden hun eigen zintuigen moeten vertrouwen. Toch gaan plots gaan een heel reeks mensen toch de groep volgen en A antwoorden. En als je die dan achteraf interviewt, een deel daarvan zegt van ja, ik wist wel dat het fout was, maar ik heb het toch maar gezegd, want ik twijfelde toch wat aan mezelf. Maar een groot deel is ook echt van overtuigd dat A inderdaad het juiste antwoord is. We volgen de groep. Maar we volgen niet om het even welk. Hoeveel stippen staan op dit scherm? Dan werden mensen gevraagd, die waren in een grote zaal met allemaal andere mensen die ze niet kenden, samengekomen. En die moesten dan eigenlijk raden hoeveel stippen er op dit scherm stonden.
En op basis daarvan werden dus door de onderzoekers ingedeeld in twee groepen, de stippenoverschatters en de stippenonderschatters. Ze kenden elkaar niet, maar er werden wel gevraagd van kijk, wie vind je van deze zaal, wie vind je allemaal het sympathiekst? En het enige wat ze van die anderen wisten, buiten hun uiterlijk natuurlijk, dat konden ze zien, was eigenlijk of het iemand van hun eigen groep was, van hun eigen stippenschattersgroep. Consequent gaan mensen leden van hun eigen groep sympathieken. Er werden ook gevraagd om geld uit te delen, dan gaven ze meer geld aan de leden van de eigen groep. Een soort eigen stippenschatters eerst. En dat is iets wat je heel duidelijk ziet als je mensen indeelt in twee groepen. Het maakt zelfs niet uit op basis van welk criterium. Het aantal stippen dat je ziet, dat is ook al gedaan met Kandinsky en Klee liefhebbers, op basis van kop of munt. Het maakt niet uit op welke manier. Mensen gaan altijd de eigen groep beter vinden. Zij zijn de goeien. De andere groep, dat zijn toch de slechten. Die zijn toch minder. Dat zien we. Dat is ook niet iets typisch menselijks. Zie je dat ook bij chimpansees. Zie je eigenlijk bij alle sociale dieren zie je dat er een onderscheid gemaakt is. Wij enerzijds en zij anderzijds. Je ziet dat ook, kleine anekdote, bij mensen die net tegen hokjes denken zijn. Een tijdje geleden moest mijn dochter een dansvoorstelling geven in een cultuurhuis hier in de buurt. En daarvoor, even omdat ze kon beginnen, was er een soort speech van de oprichter daarvan. Een soort ja, de traditionele linkse mantra. En op een bepaald moment zei die man iets heel grappigs. Die zei van, kijk, het is goed dat er nog mensen zoals wij bestaan. Mensen die niet in hokjes denken. Dus zelfs mensen die denken dat ze niet in hokjes denken, denken toch in hokjes. Een soort meta-hokje in dit geval. Ik vond dat wel grappig. De rest van de zaal leek het niet echt door te hebben. Dus ja, wie volgen we? We volgen vooral de mensen van de eigen groep. Mooi experiment daarover. Republikeinen, dus mensen die echt niet geloven in klimaatopwarming, kregen eigenlijk een hele tekst te lezen met wetenschappelijke argumenten pro-klimaatopwarming, waar uitgelegd werd waarom dat zo is. Maar de ene groep kreeg te horen dat die bovenste meneer hier dat geschreven had, een duidelijk linkse persoon, zowel qua uiterlijk als qua boeken die hij zogenaamd geschreven zou hebben. Tja, die republikeinen die veranderden niet van mening. Die dachten van, goh, ja, zo'n een of andere linkse kerel die dat roept, geloof er niks van. De andere groep kreeg te horen dat die onderste man had geschreven. Duidelijk, ja, qua uiterlijk conservatiever persoon. Die heeft ook allemaal conservatieve boeken geschreven. En dan zag je veel meer beweging in hun standpunt. Dan dachten ze van, goh ja, als iemand van ons dat zegt, dan moet dat misschien toch wel waar zijn. Dan zou dat toch wel kunnen. Ik zeg niet dat dat altijd werkt, maar in ieder geval, mensen geloven vooral de leden van de eigen groep. Zeer mooie illustratie daarvan. Dat is een politicoloog ten tijde van de Oslo-akkoorden. Er was ooit een moment dat in Israël en Palestina er zo goed als vrede was, jaren 90. En die politicoloog gaf zowel les aan Israëlische als aan Palestijnse studenten. Die man had de vredesvoorstellen van de beide partijen te pakken gekregen en dacht van, ah, dat is eigenlijk wel interessant, ik ga die eens voorleggen aan mijn studenten. Dus hij gaf die studenten eigenlijk die hele pakken papier mee en zei van, kijk, lees dat eens, dit zijn de vredesvoorstellen, en zeg mij wat jullie het rechtvaardigste voorstellen. Enkele weken later, ze hadden tijd gekregen om dat te bestuderen, vroeg hij van, ja, wat vonden jullie nu het beste voorstel? Ja, niet echt verbazingwekkend. Israëlische studenten vonden het Israëlische voorstel het beste. De Palestijnse studenten vonden het Palestijnse voorstel het beste. Wat wel vreemd was, omdat hij voor hij ze de studenten gaf, de namen van de indieners veranderd had. Dus eigenlijk vonden de Israëlische studenten het Palestijnse voorstel het best, maar ze vonden dat het best omdat ze dachten dat het Israëlisch was. Ik hoop dat jullie nog kunnen volgen. Mensen volgen heel vaak gewoon de eigen groep. En dat zie je ook in de klimaatontkenners, anti-vaxxers. Ja, die zitten in een groepje die elkaar bevestigen. Die delen niets, hè. Die zijn allemaal tegen de elite, tegen iets anders. En ja, die praten elkaar gewoon na. Het is niet makkelijk om uit zo'n groep te stappen. Het is eigenlijk bijna logisch. In de evolutie van de mens is het tot een groep behoren meestal belangrijker geweest dan de waarheid. Dus als je dan moet kiezen, ja, wat doe je? Ja, je volgt toch maar je eigen groep. En het grappige is, ik denk dan vooral, dat is, die antivaxxers doen dat, en die klimaatontkenners, al die domme mensen, ja, jullie doen dat ook, althans wetenschappers doen dat ook. Een tijdje geleden mocht ik een lezing geven aan de Universiteit van Leuven, aan postdocs, allemaal mensen uit harde wetenschappen, geologie, biologie, fysica, die dus gedoctoreerd had en daarna nog aan de universiteit waren gebleven. En ik vroeg aan die mensen van, kijk, wie gelooft dat de menselijke uitstoot verantwoordelijk is voor het klimaatakkoord? Het zal jullie niet verbazen, iedereen was het daarmee eens. Dan denk ik van, kijk, nu ga ik eens kijken hoe goed onderbouwd jullie standpunt is.
En ik had samen met een bevriende klimaatwetenschapper had ik een klimaatquiz in elkaar gestoken, een klimaatwetenschapsquiz. Met allemaal vragen ja, die je zou moeten kunnen beantwoorden als je inzicht hebt in de onderbouwing van de wetenschappelijke consensus. Vragen als: wat is radiative forcing? Wat is climate sensitivity? Dus ik neem die quiz af en tot mijn grote verbazing, ongeveer 40% is toch nog gebuist. Dus die mensen die geloven in klimaatopwarming, iets wat slim is natuurlijk, maar die doen dat eigenlijk ook op basis van vertrouwen. Die doen dat ook niet omdat ze alle IPCC-rapporten gelezen hebben en precies weten hoe die wetenschap in elkaar zit. Nee, zij vertrouwen, net zoals die antivaxxers, de andere antivaxxers vertrouwen zij wetenschappers. Oké, de conclusie is beter, maar het mechanisme erachter is een beetje hetzelfde. En ik moet zelf toegeven, ik ben wetenschapsjournalist, er zijn een paar stukken waarvan ik denk van ja, die wetenschap begrijp ik. Er zijn ook heel veel stukken in de wetenschap waar ik gewoon de consensus volg. Dat is niet fout natuurlijk, maar dat is wel op basis van vertrouwen. Dat is eigenlijk hetzelfde als die antivaxxers doen. Dus ik vrees dat iedereen, je kunt niet alles gelezen hebben. Je kunt niet in elk onderwerp verdiepen. Soms kun je niet anders dan gewoon de groep volgen. Maar dan is het vreemd, hoe komt het dan als je dan wel kennis hebt, dat dat toch ervoor zorgt dat we divergeren? Dat kennis schijnbaar niet altijd voor zorgt dat we het eens geraken met elkaar. Hoe kan het dat meer kennis over klimaatwetenschappen ervoor zorgt dat republikeinen nog overtuigder zijn dat die hele klimaatopwarming een soort linkse hobby is? Ja, één belangrijke reden: hoe meer je weet, hoe groter de kans dat je iets tegenkomt dat jouw gelijk bevestigt. Ik weet niet of jullie Bjørn Lomborg kennen, dat is een klimaatcriticus, maar dat is een zeer belezen man. En ja, dit is een van de dingen die hij dan post. CO2 maakt de wereld groener, en dat klopt. Hè. Zijn publicaties in Nature. Door de hogere CO2-concentratie krijg je eigenlijk ja, groene plantjes mee, om het even heel simplistisch uit te drukken. En natuurlijk, als je een klimaatontkenner bent, dan denk je van kijk, dit is relevant, dit moet ik vertellen. Dit is iets wat wetenschappelijk onderbouwd is. Maar natuurlijk niet het hele verhaal is over CO2. Hè. Je gaat heel selectief omgaan met de feiten. En hoe meer feiten je kent, hoe groter de kans dat je wel een aantal feiten tegenkomt die jouw gelijk bevestigen. Ik heb zelf eens wat onderzoek gedaan naar de waterafdruk van rundvlees. En daar zie je dat ook. Een gallon is denk ik 5 liter. Dat is inderdaad de claim die ik tegenkwam bij de meeste vegetarische websites. 25.000 tot 100.000 liter per kilo Amerikaans rundvlees. De beef industry, dus de vleesindustrie zelf, vind ik publicaties zeggen dat is 130. Maar ook als je daar kijkt naar de dingen in het midden, allemaal gebaseerd op peer-reviewed science, dan zie je dat er nog een enorme range tussen zit. Van meer dan 20.000 tot minder dan 4.000. En dat komt natuurlijk omdat ja, de vraag is: hoe ga je dat precies meten? Welke methodologie volg je? Neem ook bijvoorbeeld iets als soja. Soja wordt gebruikt als veevoeder. Soja wordt ook gebruikt om sojaolie van te maken. Ja, hoe verdeel je dat water dat je nodig hebt over die twee producten? Al dat soort kleine beslissingen kunnen ervoor zorgen dat je eigenlijk heel disparate conclusies krijgt. En dus, als je genoeg weet, als je goed ingelezen bent, kun je afhankelijk van het standpunt dat je wilt verdedigen, zelf je studietje eruit kiezen. En dus bewijzen datgene wat je graag wil bewijzen. Dat is iets wat Francis Bacon in 1620 al wist. Is heel erg menselijk. Als we één keer een overtuiging hebben, dan gaan we eigenlijk alles wat die overtuiging bevestigt, gaan we verzamelen. En al de rest, alle tegenargumenten, gaan we gewoon keihard negeren. En dat doen we allemaal, ben ik bang. Ik lees af en toe Doorbraak. Ik ben zelf eerder progressief. Maar af en toe lees ik Doorbraak gewoon om af en toe uit die bubbel te komen en eens te kijken, ja, wat zijn jullie argumenten aan de tegenkant, aan de andere kant? Nu, niet alleen dat, niet alleen zijn we heel selectief in welke data we verzamelen, we gaan ook veel kritischer zijn voor argumenten die tegen onze overtuigingen ingaan. Ik schreef tijdens corona over de vaccins. En dus om de maand ongeveer, soms wat meer, kreeg ik dan van de antivaxxers een wetenschappelijk artikel gestuurd, waaronder dit bijvoorbeeld. En als je kijkt, ja, dat ziet er allemaal heel erg wetenschappelijk uit. Heel veel wetenschappelijke termen, klinkt allemaal lekker ingewikkeld. Het was 20 pagina's lang, met heel veel referenties. Ik moest dan altijd vloeken, want dan moest ik gaan proberen uit te voeren, ja, waar zit het fout, wat zit er mis? Want hier werd gewoon geclaimd dat er miljarden doden gingen vallen.
gepubliceerd in een redelijk goed tijdschrift, of dat klinkt in ieder geval zo, Food and Chemical Toxicology. Dan denk je van ja, dat zal toch wel, zeker als leek, denk je van dat zal wel degelijk zijn. Maar ja, dus volgens dit artikel miljarden doden, potentieel. Ja, wat ze hier gedaan hebben is eigenlijk vrij simpel. Je neemt iets wat in een labo ooit gemeten is, een biochemische reactie, en dan pomp je dat op totdat een soort zekerheid wordt dat dat ook bij mensen het geval gaat zijn. Zo neem je er 200 van die mogelijke biochemische reacties tot je iets hebt waarvan mensen denken van, ah, het lijkt op wetenschap, maar het is natuurlijk wel heel erg wankel als je er beter naar kijkt. Nu, die antivaxxers, dit deelden ze en zeiden van, kijk, de wetenschap geeft me gelijk. Studies, goed uitgevoerde klinische studies, geblindeerd, alle toeters en bellen, negeerden ze straal. Dan vonden ze altijd wel ergens iets waardoor ze de kritiek op konden hebben. De meeste mensen gaan veel minder kritisch om met standpunten, met argumenten die hun gelijk geven dan met argumenten die hun tegenspreken. Deze cartoon vat dat vrij goed samen. Als je een keer een overtuiging hebt om het even wat ook maar enigszins lijkt op een bewijs dat jou gelijk geeft, ga je geloven. Komt iemand met iets, een argument, een studie aan die aantoont dat je het mis zit, dan ga je echt op zoek naar, ergens vind je dan wel een foutje, al was het in de 16e paragraaf, in die tabel, dat er toch ergens een komma verkeerd staat. Zo werken mensen. Mensen zijn heel erg geneigd om alles, om hun eigen standpunt te beschermen. En je kunt kennis op die manier dus ook gebruiken. Nu, het gaat nog verder. Als je echt van iets overtuigd bent, kan dat zelfs je denkvermogen aantasten. We gaan even naar een voorbeeld kijken. Ah nee, ik ga eerst een studietje doen. Een leuke studie. Proefpersonen moesten eigenlijk aangeven van kijk, werkt die zalf of niet, op basis van deze data. Dus hier zie je eigenlijk, ze moesten een heel eenvoudig berekeningetje maken. Je moet eigenlijk de percentages berekenen. En dan zie je van ja, die zalf, die werkt niet. 75% van de mensen die zalf gebruikten neemt de uitslag af. Terwijl dat bij 83% van de mensen zo is die de zalf niet gebruiken. Conclusie is heel eenvoudig. Je kunt die zalf beter niet gebruiken. Ongeveer 80% van de proefpersonen kon dat oplossen. Maar toen kwam een andere versie daarvan, bij een andere groep proefpersonen. Ging het niet meer over zalf, iets wat ideologisch weinig emotie oproept, meestal. Maar ging over wetten tegen het dragen van handwapens. Iets wat zeker in Amerika een ideologisch zeer beladen topic is. Democraten, die meestal voorstanders zijn van wetten tegen het dragen van handwapens, die dan ook denken dat daardoor de criminaliteit gaat verminderen, kregen exact ditzelfde raadsel te zien. Het zijn exact dezelfde getalletjes. Alleen het gaat niet over zalf, maar over handwapens. En plots slaagden ze er niet meer in om dit op te lossen. In plaats van 80% in de controlegroep, kon nu nog maar iets van een 52% dit oplossen. Schijnbaar, als iets ingaat, als de conclusie ingaat tegen je overtuigingen, ja, dan twijfel je aan jezelf. Dan neem je misschien zelfs echt jouw denkvermogen af. Plots lukt het niet meer om deze eenvoudige berekening te maken. En dat het denkvermogen afneemt als we geconfronteerd worden met iets dat tegen onze overtuiging ingaat, gaat deze persoon ook illustreren, al bij hem weet ik niet zeker of het zijn denkvermogen daarvoor al niet aan. We gaan even kijken. And if you look at death, yeah, start to go up again. One. Well, right here, the United States is lowest in numerous categories. We're lower than the world. Lower than we're the lower world. Than what is that? Europe. In what? Look. In what? Take a look. Right here. Here's case death. Oh, you're doing death as a proportion of cases. I'm talking about death as a proportion of population. That's where the US is really bad. Well, much worse than South Korea, Germany, etc. You can't do that. You have Why to go can't I do that? You have to go by you have to go by where look, here is the United States. You have to go by the cases. The cases Why not there. As a proportion of when population? When you have somebody what it says is when you have somebody that yeah. has it, where there's a case, oh, okay. the people that live sure. from oh. those cases. Ja, jij ziet, hij werd geconfronteerd met data die hem niet aanstonden en plots zijn denkvermogen, nou, het was er misschien nooit aan echt. Nu, dat gaat nog verder natuurlijk. Je hebt ook mensen waarbij
hun denkvermogen totaal aangetast is. Weer een klein voorbeeldje kijken. Het gaat al lang niet meer om onze gezondheid. Dit gaat om het gecontroleerd laten instorten van onze economie. Precies. Het is allemaal onderdeel van de agenda waar we het al eerder over hebben gehad. Want even voor de duidelijkheid, met zo'n vaccinatie kunnen ze zo'n chip bij je implanteren. Ja, dat is een speldenprikje, dus dat kan inderdaad heel eenvoudig. De verhalen die naar buiten komen via verschillende wegen zijn dat we toch geregeerd worden door een... En ik kan het niet korter en chargeren dan dit. Een in en in slechte, satanistische, bloeddrinkende elite. Oké. We hebben altijd de neiging om te denken dat complotdenkers dom zijn. Nu dat onderzoek blijkt, dat is niet zo. Dat zijn mensen met een soms hogere intelligentie, maar gewoon gemiddeld zijn ze even slim als mensen die niet in complotten geloven. Het zijn gewoon mensen met een heel harde overtuiging en heel vaak heel beperkte groepsvorm. Het is echt zo'n clubje dat elkaar bevestigt. Ik zit een beetje daarin, omdat tijdens corona ben ik veel in debat gegaan met anti-vaxxers en zo. En dan zie je, maar ja, dat zijn heel vaak slimme mensen. Discussies daarmee zijn heel pittig. Maar die zijn zo overtuigd dat ze geen enkele informatie meer toelaten die een overtuiging tegenspreekt. Die zijn niet dom, die zijn gewoon extreem selectief. En ja, hun denkvermogen, denk door die overtuiging, wordt gewoon echt aangetast. Die kunnen niet meer losdenken van hun overtuiging. Het gaat al lang. Nu, om even een beetje tegenwicht te bieden, het zijn niet alleen de anti-vaxxers en de rechtse mensen die dat doen. Fake news, denkvermogen dat aangetast is, zie je ook aan de andere kant. Dit circuleerde op Facebook, misschien hebben jullie het ook gezien, er is enkele maanden in de pandemie. Het ging over een zekere Tim, die drager was van het coronavirus. Nou, hij gaat uit, stout, maar infecteert 26 andere personen van er later 2 sterven. Ja, dat was gewoon fake news. Het gemiddelde aantal infecties per besmette persoon heeft nooit veel zonder maatregelen, heeft nooit veel hoger gezeten dan 2 à 3. Je had superspreaders, die bestonden, maar die waren gelukkig vrij zeldzaam. Dus 26 andere personen is al onwaarschijnlijk. Maar vooral, van die 26 andere personen zouden er 2 doodgaan. Dat is een case fatality rate van ongeveer 8%. Laten we blij zijn met z'n allen dat dit niet waar was. De case fatality rate is, pak 2%, 2,5%, dat is een discussie. 26%, dat kan alleen maar misschien als hij uitgegaan was in een woonzorgcentrum met palliatieve patiënten. Dit was ook fake news. Dit was ook totaal onrealistische cijfers, maar we deelden en geloofden het, ja, omdat het in onze kraam paste. Omdat we allemaal vonden dat corona een grote bedreiging was en iedereen daarvan wilde overtuigen. En plots nam onze kritische zin. Ja, die was plots helemaal weg. Dus ja, daar zitten we dan. Door die affect, dat onderbuikgevoel, gaan we heel selectief omgaan met welke informatie we tot ons nemen. We gaan veel kritischer zijn naar informatie die tegen ons spreekt. Hè. Dan leggen we de lat heel hoog. Terwijl informatie die ons bevestigt, leggen we de lat ongeveer plat op de grond. En ja, ons denkvermogen wordt echt aangetast. We kunnen niet meer, geen redenering meer opbouwen die ingaat tegen onze overtuiging. Dus ja, het zit allemaal in een soort bubbeltje. De vraag is, ja, hoe kom je daar in godsnaam nog uit? Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat je mensen toch nog kunt overtuigen die in zo'n bubbel zitten? Ja, het eerste en belangrijkste is, denk ik, je moet zorgen dat mensen jou vertrouwen. Zodra je ziet als iemand van de andere groep, van de zij en niet van de wij, wat je ook doet, en ik heb dat geprobeerd tijdens corona, je kunt daar studie naar studie, en die studies zijn fantastisch, en uitleggen hoe die studie precies in elkaar zit, het heeft allemaal geen enkele zin als mensen je vertrouwen. En iemand die daar meester in was, in het opbouwen van vertrouwen, is deze persoon. Jullie gaan hem herkennen, denk ik. Nelson Mandela natuurlijk. En Nelson Mandela is hier aanwezig op een rugbywedstrijd. Hij was net president geworden. En ja, Zuid-Afrika was op dat moment een extreem verdeeld land. De rand van een burgeroorlog. Er werden echt complotten gesmeed om hem te vermoorden. En een van de dingen die hij deed om dat land terug bij elkaar te krijgen, was fan worden van rugby. Rugby was op dat moment een totaal blanke sport. Zwarten deden dat niet. En toch, Nelson Mandela was aanwezig op alle wedstrijden, heeft het wereldkampioenschap naar Zuid-Afrika gehaald. En eigenlijk was dat zijn manier om tegen de blanke gemeenschap te zeggen, van kijk, ik ben één van jullie.
de dingen die jullie belangrijk vinden, rugby in dit geval, vind ik ook belangrijk. Dit heeft dat later ook toegegeven. Ja, ik heb dat strategisch gedaan, zijn biografie. Ik heb dat strategisch gedaan om een soort witte vlag, een soort symbolische toegeving te doen. En dat is eigenlijk wat heel goed werkt, en dat is corona ook gemerkt. Als ik gewoon met studies zwaai, dan helpt dat niet. Mensen geloven die niet, die zeggen dat is toch allemaal gekocht door de farmindustrie enzovoort. Dus ze hebben allemaal wel altijd wat argumenten. Wat ik dan gedaan heb, wat een betere strategie was, is dat ik eerst begon met kritiek op de farmindustrie. Ik ben een zware kritisch. Ik heb er zelf gewerkt, maar ik ben zeer kritisch ten opzichte van het verdienmodel. Niet de mensen die werken, maar ten opzichte van het verdienmodel van de farmaceutische industrie. Zeker tijdens de pandemie. Basically wat ze gedaan hebben, dat alle technologieën ontwikkeld met gemeenschapsgeld. Ze hebben gezegd, ja, dat is van ons en nu gaan we er heel veel geld voor vragen. Maar als ik daarmee begon, zeggen van kijk, ik snap het, ik ben één van jullie. Ik ben ook tegen de farmaceutische industrie, maar dan had ik veel meer effect dan wanneer ik enkel de argumenten gaf. In het eerste geval, ze zagen mij als één van hen, dan luisterden ze. Als ze mij als de vijand zagen, als iemand die betaald wordt door de farmindustrie, wat dan ook, dan vielen die argumenten, dat gleed er vanaf, dat werkte niet. Dus dat is een van de dingen die je moet doen, is kijk, in een gesprek is dat makkelijk. In een gesprek kun je beginnen over het weer of de kinderen en kun je eigenlijk een soort vertrouwen opbouwen. Dan is dat vertrouwen gebaseerd op een soort, we zijn allemaal mensen. Als je puur natuurlijk enkel een artikel schrijft, is dat moeilijker. Maar ook dan moet je kijken van, hoe kan ik ervoor zorgen dat die mensen mij als een van hen zien, als iemand die te vertrouwen is. Dat zagen we hier ook al. Dat helpt. Je kunt mensen pas overtuigen als ze jou zien als iemand die betrouwbaar is, dus als iemand die tot een eigen groep behoort. Er is een andere manier om dat te doen, niet zozeer het benadrukken van datgene wat je gemeenschappelijk hebt, wat je tot hun groep behoort, framen. Je kunt je argumenten zo formuleren dat die inspelen op die onderbuik, of wat die onderbuik belangrijk vindt. Veel onderzoek bij klimaatwetenschap, als je dat CO2 framed als iets wat vervuilend is, iets wat de natuur kapot maakt, ga je bij mensen die kritisch zijn niet zoveel effect hebben. Want vervuiling, dat zien zij als iets links. Hè? Dat is niet echt zo, mensen zijn niet slecht. Als je dat framed als iets waarvoor oplossingen, technologische oplossingen bestaan, hè? Dus je gaat het framen als iets wat opgelost kan worden met geoengineering, dan zie je dat je bij critici veel meer succes hebt, dat ze veel sneller geneigd zijn om jouw standpunt te aanvaarden. Iemand die een soort meester was in die framing, is niet zo bekend, is deze man, is Alex Bosmoski. Alex Bosmoski was een republikein. Een republikein die geologie studeerde en daarna dan toch overtuigd was dat klimaatopwarming een probleem was. En hij dacht, maar hoe moet ik in godsnaam mijn mede-republikeinen daarvan overtuigen? Hij moest niet beginnen over de kindjes in Afrika, wat interesseert die republikeinen niet echt. Hij moest ook niet beginnen over de verzuring van de oceanen. Daar liggen ze niet van wakker. Hij dacht van, kijk, ik ga iets nemen, een argument zoeken, dat past, dat resoneert bij de republikeinse achterban. Patriotisme. Zijn manier om klimaatopwarming, en eigenlijk iets minder, maar eigenlijk investeringen in hernieuwbare energie, toch gesteund te krijgen door republikeinen, was eigenlijk zeggen van, kijk, hernieuwbare energie is patriotisme. Dat kun je maken op Amerikaanse bodem. Daar heb je geen gekke dictators voor nodig. En dus heb je inderdaad boeken, de Solar Patriot. Je hebt ook firma's die daar echt mee afficheren. Die zeggen, kijk, we zijn Amerikaanse energie. En dat heeft gewerkt. Hij heeft een groepje van senatoren rond hem verzameld. Die eigenlijk consequent investeringen in hernieuwbare energie steunen. Ook in Texas en dat soort staten waar ze... En laten we zeggen, Trump toch een zeer grote aanhang heeft. Het werkt wel. Hè? Door heel hard na te denken, maar hoe ga ik dit, hoe ga ik hetzelfde argument, hoe ga ik dit brengen op een manier die past bij de overtuigingen van mijn doelpubliek, kun je echt een verschil maken. Nu is er nog iets wat je kunt doen. Tot nu toe hebben we gezien, maar kijk, eigenlijk claimen dat je tot hun groep behoort. Of het zo framen dat het bij hun overtuigingen past. Het zijn allemaal inspelen op dat onderbuikgevoel. Dat proberen te verminderen. Maar je kunt ook de ratio wakker schudden. Mensen, ook mensen die oordelen op basis van een onderbuik, hebben wel degelijk nog altijd een denkvermogen. Je kunt proberen daarop in te spelen. Nu, een vraag voor jullie. Wie weet er, ik kan dat normaal live doen en nu kan ik dat niet, dat is jammer. Wie weet er hoe een fiets werkt? Als ik dat normaal vraag in een zaal,
De meeste mensen steken naar wat aarzeling in handen. De meeste mensen weten hoe een fiets werkt. Dan komt de tweede vraag. Teken is een werkende fiets. Dat kan ik meestal niet doen, maar dat is tijdens onderzoek wel eens gebeurd. Dat die vraag je stelt. Bijna iedereen denkt dat hij een fiets weet hoe een fiets werkt. Maar als je hem vraagt om erin te tekenen, dan gebeurt er dit. Moet je daar eens even rustig naar kijken. En dan zie je dat die fietsen niet echt zo goed werken. De pedalen, het is altijd handig als die verbonden zijn met de ketting. Het is ook niet zo handig als die ketting doorloopt van het voorwiel naar het achterwiel, al was het maar omdat je dan niet meer kunt sturen. Een aantal ingenieurs vonden dit resultaat zo grappig dat ze die fietsen dan ook echt gebouwd hebben. Dus hier zie je een voorbeeldje van een fiets waarmee ik niet zou willen rijden. Hier nog eentje. Nu, waarom zeg ik dit? De beste manier om mensen duidelijk te maken dat ze iets niet weten, ook al denken ze te weten, is een vraag bij jou, hoe zit dat precies in elkaar? En we weten uit onderzoek dat mensen die heel overtuigd zijn vaak, denken veel meer te weten. Je ziet hier bijvoorbeeld bij autisme, mensen die denken van kijk, mensen hebben het recht om vaccinaties te weigeren, zijn net die mensen die denken dat ze meer weten dan wetenschappers. Ze zien zichzelf als expert, die denken van ja, ik weet alles wat ik weet van, en die wetenschappers die weten er eigenlijk niks van. Dat zijn de mensen die je moet overtuigen dat ze toch niet zoveel weten. En een van de manieren om dat te doen is door vragen te stellen. Mensen zien pas in dat ze iets niet weten als er gevraagd wordt om het uit te leggen. En ik doe dat heel vaak tijdens discussies. Dan vraag ik van ja, kun je eens uitleggen? In plaats van argumenten te geven pro-vaccins, die studies te bespreken, zeg ik van kun je eens uitleggen hoe dat messenger-RNA precies werkt? Hoe werkt zo'n vaccin? En dan zien heel veel mensen beseffen dat maar goed. Ja, maar eigenlijk, dat weet ik niet zo enorm goed. Beseffen, doordat hun de vraag gesteld worden om het uit te leggen, dat ze misschien toch net iets minder van afweten dan ze zouden willen. En dan beginnen ze te twijfelen. Dus in plaats van argumenten te geven, kun je soms beter vragen stellen. Vragen dan, ja, hoe werkt dat precies? Mensen voelen zich dan gehoord, ze hebben het gevoel van, ja, mijn mening doet er toe, want hij vraagt het mij. Maar ze beseffen ook van, goh, ja, inderdaad, het is misschien toch net iets ingewikkelder dan ik dacht. En als ze in die fase zitten, dan staan ze wel open voor andere argumenten. Ten slotte, dan zijn we bijna bij het einde. Hoe kun je mensen overtuigen? Ja, het belangrijkste vaccin tegen die hele polarisatie is nieuwsgierigen. Nieuwsgierige mensen die willen niet zozeer gelijk hebben, hè, die willen gewoon meer weten. Die zien hun mensen die het niet met ons eens zijn, niet als tegenstanders of vijanden. Die zien dat als iemand die een andere mening heeft. Die denken van, ah, hoe zou dat zitten? Waarom gelooft hij dat? Dus ja, nieuwsgierigheid is denk ik hetgene wat de beste bescherming geeft tegen de polarisatie die we nu kennen. En dat blijkt ook uit onderzoek. Hier zie je van diezelfde wetenschapper het schemaatje, het grafiekje dat we net al zagen. Wat hieronder staat, de wetenschappelijke kennis, zorgt ervoor dat we eigenlijk verder, soms voor dat we verder uit elkaar komen qua standpunt. Bij nieuwsgierigheid zie je dat niet. Het is niet natuurlijk dat nieuwsgierige Republikeinen plots totaal overtuigd gaan zijn van klimaatopwarming, maar op zijn minst hoe nieuwsgierig ze zijn, hoe nieuwsgieriger ze zijn, hoe vaker ze de consensus geloven. Jammer genoeg weten we eigenlijk niet goed, we weten weinig over nieuwsgierigheid, en we weten eigenlijk niet goed hoe we dat kunnen stimuleren. Maar ik denk wel dat dat hetgene is waar we echt op moeten inzetten, en dat als we iets moeten doen om polarisatie tegen te gaan, is het vooral blijven inzetten op het stimuleren van nieuwsgierigheid. Dat was het. Dus ik hoop dat jullie nog wat vragen voor mij hebben. Ik ga delen nu stoppen. Ja, kan ik jullie zien? Ik zie momenteel alleen Annelies. Ja, zo blijft het in het webinar. Ah, oké. Okay. Maar hoe kunnen deelnemers op een of andere manier een vraag stellen? Ja, in de chat en in de Q&A-window kunnen ze Ik ga die chat hier openzetten. Ja, ik heb sowieso wel al een vraag. Goed. Dan gaan we daarmee beginnen. Het sluit aan bij uw voorbeeld van het omdraaien van het standpunt, dus bijvoorbeeld bij daar de Palestijnse en de Israëlische kant. Is er ook geweten wat het effect was van de reactie van de deelnemers, of hebben de deelnemers ooit geweten? Die hebben dat geweten. Ja, die prof heeft daar nog een aantal lessen aan gewijd. Hij heeft er zelfs een kort wetenschappelijk artikeltje over geschreven. Ja, natuurlijk, de methodologie is niet... Het was niet statistisch onderbouwd of zo. Maar gewoon het besef dat je eigenlijk zo gekleurd kijkt naar een tekst, was wel voor de meeste studenten zeer, zeer verrassend. He, dat je echt, die dachten echt meestal van ja, dit is... Sommigen hadden dat natuurlijk niet gelezen. He. Dachten, dit is iets gelezen, dat is goed. Maar sommigen hadden het echt gelezen en net omdat ze met zo'n bril ernaar keken en dachten van ja, dit komt van mijn kant, dus ga ik echt de meest positieve lezing ever doen van dit stuk. Dat is wel confronterend dat je dat ziet van, oh, zo gekleurd kijk ik naar deze moment. Ik denk dat we dat
onbewust natuurlijk allemaal wel doen. Ja, ik betrap mezelf daar toch wel op, dat ik inderdaad ook echt, als iets in mijn kraam past, past bij mijn overtuigingen, ik moet altijd moeite doen om kritisch te blijven. Het is gewoon, je hebt de neiging om dat gewoon klakkeloos aan te nemen, want je wil het geloven. Maar is niet geweten of er ook een verandering in reacties weet uit een ander onderzoek waar ze dat bijvoorbeeld gedaan hebben, dat er ook echt. Mensen gaan daarna wel, zelfinzicht helpt wel. Als je beseft dat je gekleurd kijkt, blijft natuurlijk een soort inspanning om dat besef vol te houden. Mensen gaan dan wel, meestal is het vooral zo dat de twijfel toeneemt. Het is meestal niet zo dat de standpunten veranderen is een bijna onhaalbaar doel, in de polarisatie. Mensen zijn al heel blij als mensen harder beginnen te twijfelen. Ze beseffen van, goh, misschien is mijn standpunt toch niet helemaal het juiste. Of beseffen, ah, er is ook wel een soort mogelijkheid dat er andere redelijke standpunten zijn. Ja. Echt van standpunt veranderen. Dus in onderzoek dat ik niet gebruik omdat het zo slecht onderbouwd was, werd mensen de vraag gesteld: wat zou je het ergst vinden? Om naar een hele dag naar argumenten, of een heel uur was het, naar argumenten die ingaan tegen je overtuiging te luisteren, of een wortelkanaalbehandeling. De meeste mensen kozen voor de wortelkanaalbehandeling. Nu, de onderbouwing was een beetje wankeltjes. Maar mensen vinden dat heel erg. Onze standpunten zijn veel meer dan enkel onze beschouwingen over hoe de wereld aan elkaar zit. Heel vaak is dat een deel van je identiteit. Hè? Dat is een deel van wie je bent. En als dat aangevallen wordt, dan voel je jezelf aangevallen. Nee, dat snap ik. Ja, aangezien er nog altijd geen vragen zijn van het publiek, ik heb er nog wel eentje over uw voorbeelden in het begin. Daar gaf je altijd aan over grote thema's zoals klimaat of geloof, dat meer kennis zorgde voor meer verdeeldheid tussen de twee kampen, om het zo te zeggen. Is er ook een voorbeeld geweest over een ander groot thema waar het wel zo was dat ze toch naar elkaar kwamen, bijvoorbeeld? Dat is zo, als het niet ideologisch geladen is. He, dus als het nu gaat over, neem maar iets, nanotechnologie. Ik denk niet dat daar heel veel ideologische spanning over bestaat. Misschien wel, misschien moet je nog een ander voorbeeld nemen. Het voortplantingsgedrag van de oostelijke ondersoort van de kavia. Ik zeg maar iets, dat, ja, dan meer kennis en gewoon meer convergentie. Ja. Zodra het ideologisch, zodra het in een soort stammenstrijd geworden is, dan zie je dat kennis eigenlijk vooral gebruikt wordt als manier, als munitie, als manier om de tegenstander af te maken en niet zozeer als manier om meer inzicht te krijgen in de wereld. En er beginnen toch wat vragen te komen. Ja, en dat. Misschien moeten we ze wel voorlezen, want andere deelnemers Ja. gaan misschien van dat wel op meenemen. Hoe kan je die nieuwsgierigheid stimuleren? Heb je daar misschien voorbeelden van? Nee, jammer genoeg niet. En ik zou het willen. En, er zijn een aantal mensen mee bezig met de vraag, vooral in de pedagogie dan, maar ja, is dat nu eigenlijk iets wat gewoon aangeboren is? Is dat iets wat, en dus waar je dan niet meer veel invloed op kunt uitoefenen, is dat iets wat je meekrijgt als opvoeding en daarna door het onderwijs kapotgeslagen wordt, waardoor je misschien het kunt redden? Is dat iets wat je ook als je het kwijt bent nog terug kunt ja, stimuleren. En we weten niet, want we weten dat het samenhangt met wat we dan openness noemen, een van de big five van de psychologische traits, waarvan we weten dat die voor een stuk op zijn minst erfelijk zijn. Maar het lijkt het ook niet helemaal, want dit is natuurlijk onderzoek, ja, nieuwsgierigheid, het is zo moeilijk te meten iets, dat al het onderzoek dat je daarover gaat vinden, gaat altijd, ja, het is niet het hardste onderzoek dat er bestaat natuurlijk. Dus het zal een beetje een trial and error zijn. Ja. Dus ja, maar echt heel duidelijk van, oké, dit zijn de vijf dingen die je moet doen. En dan gaan mensen nieuwsgierig worden. Jammer genoeg niet. Nee, ik zou het willen. Het zou heel nuttig zijn. En ik kon wel onmiddellijk beginnen te doen, maar nee, toch niet. Er is een andere vraag. Wat als mensen een verhaal beginnen vertellen wat op niets slaat, maar men gelooft zelf wel dat het juist is? Als je dan aangeeft wat er verkeerd is, ben je terug bij af. Heb je daar Ja, misschien? ik denk dat er maar één manier is dan om echt ja, vragen stellen. Proberen die mensen te begeleiden in het inzicht dat ze misschien niet zo, toch niet de expert zijn die ze zelf denken te zijn. Maar inderdaad, je gaat heel snel een anti-reactie krijgen. En zodra je ook maar enigszins jezelf op een soort verhoog zet en zegt van ik ben de expert en jij weet er niks van. Mensen gaan je dadelijk als een vijand zien en heel snel ben je het contact kwijt. Is daar ook En dan best die vragen stellen voor? ja, en het heel traagjes aan en dan ook aanvaarden dat je het. Kijk, de vraag is altijd: wat wil je bereiken in zo'n gesprek? Hè? Meestal willen mensen gewoon dat de ander overtuigd is van hun grote gelijk.
Oh, ik ben al blij als ik begrijp waarom die mensen dat doen. Ja, dus Zal eigenlijk dat dus mijn verwachtingen een beetje bijschaven van. mijn verwachtingen een beetje bijgaan. En soms leidt dat tot heel mooie inzichten. Ik had een hele discussie met een antivaxxer bij de correspondent. Een kerel die elke keer weer elke studie die ik vernoemde, en dat waren enkele echt goede uitgevoerde studies op dat moment, ging hij echt zo de kleine details en die paragraaf, zo en je geloofde er niks. Tot we op een bepaald moment een discussie hadden over vrijheid. En ik hem vroeg van ja, maar wat is vrijheid nu eigenlijk voor jou? En voor hem was vrijheid een soort niet betutteld worden door een overheid. En dat is hetgeen wat er eigenlijk achter zat, achter al zijn kritiek. Van hij had het gevoel van er is een overheid en die probeert mij te betuttelen. En terwijl vrijheid ook kan betekenen de mogelijkheid om in de samenleving te komen zonder de kans om besmet te worden. En eigenlijk toen we het daarover hadden, toen we duidelijk hadden over van kijk, we komen eigenlijk vanuit een andere bril, kijken we ernaar. Het is niet dat ik hem overtuigd heb, maar kom, laten we zeggen dat de discussie pas een heel stuk constructiever verliep. Maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk om daar te geraken, dat je echt kunt. Waar zit het nu echt? Je raakt daar toch niet zo vaak. Maar soms wel. En je kunt er op zijn minst naar op zoek gaan van ja, waarom geloof je dat? En wat zit daar voor jou achter? En ook proberen bij jezelf te kijken, ja, wat zit daar voor mij achter? Waarom geloof ik dit? Hier zijn er ook in de Q&A binnengekomen. Iemand vraagt of zegt eigenlijk dat wetenschappers vaak van nature de neiging hebben om te twijfelen. Hoe kunnen zij of wij toch een rol spelen in publieke debatten, bijvoorbeeld bij politiekers, lobbyisten of complotdenkers? Ik denk dat de taak van de wetenschapper vooral is om duidelijk te maken dat het allemaal ingewikkeld is. Want meestal, de overtuigden, voor hun is het eenvoudig en ze weten het. En eigenlijk elke nuance die je kunt aantrekken, niet zozeer dat je zegt van kijk, jullie hebben het fout, wij hebben het juist, wij zijn de wetenschappers, hippie, geloof ons. Maar altijd zeggen van ja, maar ik denk dat het ook net iets ingewikkelder is. Want je hebt dat puntje, dan zou het ook niet zo kunnen dat. Waarbij je veel, in plaats van gewoon te poneren, ik weet het, gewoon proberen kleine dingetjes af te schaven van hun grote gelijk, van hun grote zekerheid. Hier en daar wat nuance inbrengen, eerder dan gewoon roepen: jij bent dom, ik ben slim, jij hebt ongelijk, ik heb gelijk. Dat werkt sowieso niet. Proberen langzaam een beetje de sokkel van hun gelijk te laten eroderen, door moeilijke vragen te stellen, door nuance aan te brengen, dat helpt al net iets beter. Omdat je natuurlijk moet zorgen dat die mensen geen gezichtsverlies krijgen. Het ergste wat mensen kunnen meemaken, zeker politici die een achterban hebben, is iemand die zegt, wij moeten toegeven dat ze fout zaten. Je moet ze ergens een soort elegante uitweg geven. Wat zij kunnen zeggen, ze gaan nooit zeggen, ah, ik zat mis, bijna nooit. Ze gaan misschien zeggen, ah ja, het was misschien toch iets complexer. Dat is al haalbaar, zonder te veel afgaan. Oké. Ik zie ook dat iemand zegt dat de strategieën die aangehaald zijn om mensen te overtuigen, kunnen natuurlijk ook in de omgekeerde richting gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld van de biologische Oreo's in de marketing. Hoe kunnen we daar zelf meer bewust van worden, dat dat ook tegen ons gebruikt kan worden? Oh ja, al die reclame mensen die weten heel goed hoe je met affect moet omgaan. Hè. Die doen dat continu. Ik probeer mijn kinderen daarvan dat duidelijk te maken. Want kijk, weet waarom ze dit doen. Maar ja, dat wordt ook negatief gebruikt. Ja, het klopt. Maar hoe meer inzicht, hoe meer mensen daar inzicht in hebben, hoe moeilijker het wordt om het te gebruiken natuurlijk. Ik denk toch dat daar moet blijvend van bewust zijn. Ik word continu misleid. En ik misleid mezelf continu. Dus Elke keer als ik een tekst vooral. lees en ik wil die graag geloven, dan denk ik van ja, maar hoe hard is het bewijs nu echt? Wat ik ook vaak doe als een soort gedachteoefening, stel dat ik diezelfde redenering zou zien, maar dan met een tegenovergestelde conclusie. Zou ik dan niet kritischer zijn? Zou ik dan niet de fouten er wel uithalen? Want heel vaak, ja, je leest iets, dat past bij je overtuiging, je denkt ja, het is waar. Maar ja, je moet het net jezelf uitdagen door dus om te draaien. Stel dat dit zou ingaan tegen mijn overtuiging, zou ik het dan ook geloven? Dus En eigenlijk dat. meer een constant bewustzijn in jezelf proberen creëren van, je wordt er constant mee geconfronteerd. Het is overal gaande, een beetje Ja. dat. En vooral ook het besef dat het normaal is. Hè? En in onze evolutionaire geschiedenis is het altijd belangrijker geweest om bij een groep te horen. Als je niet meer tot een groep behoorde, dan was je dood. Dan om de waarheid te vinden. Waarheid is leuk, maar is eerder een soort extraatje. Evolutionair gezien. Oké. Okay.
Iemand vraagt ook hoe je kan omgaan met kritiek leveren binnen je eigen bubbel. Ik hoor wel eens informatie van mensen van mijn kant van de discussie waar ik enorm aan twijfel. Ik vind het lastig om te uiten zonder interne ruzie te veroorzaken. Ja, je moet natuurlijk altijd een afweging. Kijk, dit soort discussies, ook al als je het heel voorzichtig aanpakt en je probeert rekening te houden met alle psychologische inzichten, toch loopt het vaak mis. Ook bij mij, als ik dit soort discussies heb, het is niet dat ik daar nu... ik oefen daarop, maar het is niet dat het altijd goed gaat. En ik probeer altijd een afweging te maken. Maar hoe belangrijk is die? Wat wil ik eigenlijk bereiken hier? En als een relatie echt belangrijk voor jou is, goede vriend of zo, kun je ook zeggen, oké, we gaan het daar niet over hebben, want dat gaat toch niet lukken. En dat is ook niet erg, hè? Het is niet jouw taak om iedereen te overtuigen. Als wetenschapsjournalist, als communicator misschien wel nog een beetje. Maar zelfs dan, ja, een onmogelijke, een op voorhand verloren strijd strijden heeft weinig zin. Dus je kunt dan ook zeggen, van, kijk, ik vind het veel belangrijker dat wij als gezin of als familie nog samen door een deur komen, dan dat ik je probeer te overtuigen dat weet niet, klimaatopwarming wel bestaat of zo. Zeker tijdens de coronatijden, ja, dacht ik ook vaak van, ja, kijk, ik ga hier niet aan beginnen, want het gaat alleen maar tot ruzie leiden. Het heeft geen zin. Ja. Het is ook allemaal niet zo, het is niet zo dat de wereld totaal gaat veranderen als ik nu één persoon overtuigd heb. Sowieso is de kans dat ik hem overtuig al klein, dus ja. Zo belangrijk is het niet. Nog een mooie. Natuurlijk, net als je zelf heel overtuigd bent, dan ga je ook dat bekerende krijgen en dan gaat het sowieso niet goed. Dus je moet ook je eigen overtuiging, of het belang van je eigen overtuiging een beetje relativeren. Dus het is vooral iets bij jezelf aan te pakken eerder dan naar de ander toe. Vrees dat de invloed die je hebt op de ander toch niet zo enorm groot is. Dus, ja. Iemand vraagt, en ik denk dat dat een beetje samenvat, is je eigen afhankelijkheid van een groep niet de valkuil in het onvermogen te luisteren naar de ander? Ja, mooi. Dat is waar. En eigenlijk heb je een soort nieuwe groep nodig, want mensen zijn gewoon groepswezens en dat gaan we niet kunnen veranderen. De evolutionaire psychologie die zit er zo diep in gebakken. We gaan altijd tot de groep willen behoren. En eigenlijk heb je een soort... Ik denk een soort ideale oplossing is dat je een nieuwe groep creëert, niet op basis van standpunten, maar wel op basis van manier waarop je met gegevens omgaat. Een soort groep waarin het de soort regel is dat je fouten kan maken en dat je mening kunt aanpassen als er nieuwe bewijzen opduiken. Waar het een soort bijna status geeft als je twijfelt. En bij academici heb je dat vaak. Hè? Dat is zo'n community van mensen die, waar het niet als fout gezien wordt om van mening te veranderen. Dat er nu eenmaal betere bewijzen zijn. Of waarom niet van fout gezien wordt als je zegt van, oh jongens, dit is zo ingewikkeld, ik weet het niet. En eigenlijk dat hebben we meer nodig. Groepen waarin dat eigenlijk de regels zijn. Meer dan, ik ben voor kernenergie, ik ben tegen kernenergie, ik ben voor dit, ik ben tegen dat. Waar je niet baseert op standpunt, maar wel de manier waarop je met informatie omgaat. De groepsbinding. Ja. Hoe we daar geraken buiten de academische setting, dat is nog een beetje een raadsel. Ik denk daar bijna dus. En ik heb nog één. Iemand geeft ook een opmerking. Super interessante talk, dankjewel. En ze het ook gaat herbekijken met haar gezin. En de vraag of je soms ook gevraagd wordt om dit bij scholen te brengen, want dat ook wel waardevol kan zijn. Natuurlijk. Ja, en dat is net waar ik nu mee. Kijk, ik heb heel de afgelopen 14, 15 jaar ben ik voltijds schrijver. En ik vind dat een beetje te weinig impactvol. Of beter, ik schrijf ook weer voor mijn eigen groep. De correspondentleerders zijn allemaal hooggeleide Randstad-Nederlanders. En eigenlijk wil ik inderdaad breder gaan. Dus nu een van de dingen die ik nu probeer te doen, is een soort lessenpakket, maar ook een aantal lessen hier rond uit te werken voor scholen. Dus ik ben nu eigenlijk, als jullie goede connecties hebben, ik ben nu met de VRT, want die maken ook lessenpakketten schijnbaar, en met het Centrum Nascholing in Onderwijs aan het praten, omdat hopelijk... om dat echt te realiseren, om dat echt naar scholen te gaan brengen. En, want je gelooft zelf ook dat er een belangrijk aspect ligt in al van jongs af aan kinderen met polarisatie eigenlijk kennis te laten maken? Of... Ja, ik denk het wel. Ik denk als er één plek is, ten eerste waar je nieuwsgierigheid nog echt kunt stimuleren. En waar je het bewustzijn van hoe wij in stammen denken, hoe tribaal wij eigenlijk zijn, echt erin kunt krijgen, ja, is dat wel bij jongeren. Dat is volgens mij de groep. En ik geef soms lezingen op scholen en daar merk je dat zij dat... Dat is zo aangenaam omdat ze die rigiditeit in hun standpunten nog veel minder hebben. Ze vinden het helemaal niet erg om
plots van mening te veranderen. Dan wordt dat nog niet zo afgekeurd. Dus ik vind dat eigenlijk heel verfrissend en heel fijn. En ik vind dat we dat echt moeten. Als ik impact wil hebben op deze samenleving, denk ik dat ik naar daar moet om dat, om daar een verschil te maken, eerder dan bij de mensen die toch al overtuigd zijn. Dus wij kunnen ook nog wel leren van onze jongeren. Kwestie van Ja, ik openbaar. vind van wel. Ik vind dat eigenlijk heel aangenaam hoe flexibel zij nog zijn in hun denken. Ik zie toch ook heel wat support in de chat voor het stimuleren bij jongeren. Dus ik denk dat het zeker de moeite is om Ja, en daar ik wil mee. op die laatste opmerking nog één inpikken. Meer kritisch denken is echt noodzakelijk bij onze kinderen en jongeren. En dat klopt niet. Hey, dat klinkt nu wat vreemd. Maar dat is veel onderzoek naar. Want, kijk, als je mensen kritischer leert denken en je leert ze alle valkuilen van ons denken, de confirmation bias, het werkt niet echt. Waarom niet? Omdat mensen de neiging hebben om dan die denkfouten alleen maar te zien bij de andere partij, niet bij hun eigen. Bij hunzelf, bij hun eigen standpunt. Dus kritisch denken, ja, natuurlijk, maar je moet ze ook laten beseffen van, besef hoe gekleurd jij zelf kijkt, hoe selectief je die kennis die je hebt over denkfouten dan weer gaat toepassen om enkel te gebruiken als munitie om je tegenstander af te gaan. Het is echt ook een attitudeverandering samen met natuurlijk inzicht in de complexiteit van het denken en dat soort dingen. Het is ook echt een andere attitude, nieuwsgierigheid, hoe je het ook wilt noemen. Een soort zelfkritiek, openheid, dat soort dingen. Meer dan enkel kritisch denken of kritisch leren denken. Oké, dan denk ik dat wij misschien stilletjes aan kunnen afronden. Ik denk dat we heel veel denkwerk ook bij onszelf hebben. Een goede oefening om dat mee te nemen naar het dagelijkse leven en naar onze eigen onderzoek of onze eigen branche. Ik vond het zelf ook heel nuttig en heel interessant. Ik heb ook even de link gedeeld naar de volgende Ja. talk. Ik zal wat extra info over uw blogs of uw werk bij de correspondent delen in de opvolgmail. Dus dan kan iedereen u daar ook terugvinden. Dan wil ik u nog eens extra bedanken, Ruben, voor de interessante talk en iedereen anders om erbij te zijn vandaag. En dan wens ik jullie allemaal nog een heel fijne namiddag. Kijk, en hier komt de zon er langzaam door, dus hopelijk is dat bij jullie ook Ja, ik zo. was al wat jaloers. Hier in Brussel is het nog zover niet, maar Ah, misschien. kijk, hier nog wel. Oké. Tot later dan. Oké, hartelijk bedankt. Dag. Bye.